Kijkers van JWTV, goedemorgen. Dinsdagochtend. Ik ben in de Lange Kerkstraat bij Zaal Beatrix bij Inloophuis De Boei. En ik ga praten met Patricia. Patricia, goedemorgen. Wat is een Inloophuis De Boei? Goedemorgen. Inloophuis De Boei is een ontmoetingsplaats voor mensen die geraakt worden door kanker. Dus mensen die zelf ziek zijn, hun naasten, nabestaanden, maar ook mantelzorgers. Zaten jullie al in Schiedam trouwens? Ja, we zitten een aantal jaren zitten we in Schiedam. We hebben een paar plekken gehad en de laatste keer zaten we op de Dam 30 in de pastorie. Waarom Zaal Beatrix? Dat klinkt heel erg feestelijk in tegenstelling wat jullie doen. Ja, nou op zich is het hier altijd wel gezellig. Dus soms heerst er een beeld van gewoon ja, Inloophuis De Boei voor mensen met kanker. Dus weet je, het is mensen, kale mensen of zielig of huilen. Maar meestal is het eigenlijk wel een gezellige boel. Dus gezelligheid is altijd wel leuk. En het was tijd voor een nieuwe locatie. Dus we zijn wezen zoeken en toen kwamen we hier terecht gelukkig. Wat is jouw taak zelf? Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie, PR en marketing voor heel De Boei. Dus voor de hoofdlocatie op Rotterdam-Zuid, maar ook voor de dependances. En ik stuur de vrijwilligers aan. Die vrijwilligers, wat zijn hun taken? Nou, we zijn zoveel vrijwilligers en gelukkig zijn ze er, want we kunnen echt niet meer zonder de vrijwilligers. Hier op Schiedam zijn de meeste gastvrouwen en gastheren. En je hebt doeners als gastvrouwen, maar ook luisteraars. En die geven vooral de aandacht aan de gast die ze nodig hebben. En dat doen ze ook echt fantastisch. En daarnaast hebben we ook twee koks. En die maken dus op maandag en dinsdag maken ze een warme broodmaaltijd. Dus een lekker soepje en brood. Nou, dan naar de mantelzorgers. Wat is nou precies een mantelzorger? Ja, tegenwoordig. Mensen die vergissen zich. Die zeggen van, joh, ik zorg voor mijn moeder of ik zorg voor mijn buurvrouw. Dat is toch normaal? Nou, echt niet. Het is gewoon waanzinnig. Als je zorgt voor iemand die ziek is of die het nodig hebt, dan ben je in principe al mantelzorger. En dan heb jij ook de aandacht nodig. Maar ook wel eens dat je zegt van, goh, vind je het goed als ik degene voor wie ik zorg bij jullie breng, zodat zij een leuke tijd hebben, maar dat ik ook tijd voor mezelf heb. En daarvoor zijn wij dus ook... Nou, dan mantelzorgers die moeten natuurlijk ook wel eens even bijpraten. Hoe doen jullie dat? We weten sowieso op locatie op de Wijmansweg in Zuid hebben we een collega, Joke. En die voert individuele gesprekken, maar die doet ook gespreksgroepen. Dus daar kunnen mantelzorgers terecht. En sinds 18 maart zijn we begonnen met een pilot mantelzorgondersteuning. Is een spreekuur één keer in de maand. En dan kunnen mantelzorgers bij ons terecht met vragen die ze hebben. Wat zouden die vragen kunnen zijn van mantelzorgers? Ja, waar kan ik terecht? Kan ik bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgen, financiële ondersteuning? Of ondersteuning van, goh, ik wil eens een keertje een dagje voor mezelf. Kan iemand anders voor mijn moeder, kind, partner, maakt niet uit wat, kan die zorgen? Dus zulke dingen, ja. Nou zeg je zelf, mantelzorg komt vaak voor in de familie. Maar zijn er nog varianten? Tuurlijk, je kan voor je buurvrouw zorgen, voor je buurman, voor een goede vriend, vriendin. In principe kan, ja, is het zo breed mogelijk wat je mantelzorger kan doen. Ja. Nou, jullie gaan hier in Zaal Beatrix de mantelzorgers ontvangen. Komen dan ook degenen die verzorgd worden hier naartoe? Kan. Je kunt allebei komen om te kijken van wat is het hier, is het wat voor ons. Maar het kan ook zijn dat de mantelzorger hier zelf komt. Of degene die ziek is, dan hebben wij natuurlijk wel een voorwaarde van ja, wij zijn voor mensen met kanker. Dus dan richten wij wel op die doelgroep. Ja. De gemeente Schiedam, ondersteunen zij jullie in enerlei vorm? Ja, gelukkig wel. Dus, we krijgen jaarlijks subsidie van de gemeente Schiedam, waar we ontzettend blij mee zijn. Waardoor we dus activiteit kunnen organiseren, maar ook dan hier deze zaal kunnen huren. Ja. Inloophuis De Boei, mensen die voor andere mensen zorgen, het klinkt haast een mooi voor woorden. Hoe gaat het met het aantal mantelzorgers? Zie je dat toe of afnemen? Ik denk dat het toeneemt omdat mensen beseffen dat ze mantelzorger zijn. Vroeger was het normaal dat je zorgt voor iemand anders, maar nu beseffen mensen van, hey, wacht even, ik ben mantelzorger, dus ik kan recht hebben op bepaalde dingen. Dus ik denk dat het dan toeneemt, ja. Ja. Je zei er net, vaak mensen die kanker hebben. Zijn er nog andere vormen van ziektes waarvan je zegt, daar kan je je kan natuurlijk overal mantelzorg voor zijn, maar wat komt er nog meer kijken voor wat voor kwalen en ziektes? Nou, sowieso ben ik erachter gekomen dat als je kind bijvoorbeeld een vorm van autisme hebt, ben je ook in principe mantelzorg als ouder zijnde. Als mensen een bepaalde psychisch aspect hebben, ben je ook mantelzorger. Dementie kan je ook aan denken.
Waar lopen mantelzorgers vaak op vast? Dat ze te veel doen en vaak over de grenzen heen gaan. En dat ze denken van joh, dat kan ik wel, dat regel ik wel. En vooral ook mantelzorg die naast mantelzorg ook werken. Ja, hebben ze gewoon te veel hooi op hun vork genomen. Ja. Hoe kom je nou, stel je hebt wat, hoe kom je nou aan een mantelzorg als het niet in de familie zit? Sowieso heb je tegenwoordig vaak van die mantelzorgmakelaars. Dat zijn mantelzorgers die een bepaalde opleiding hebben gevolgd. En die kun je dan, kan je dan helpen aan een maatje, noemen ze dat. Of aan, ja, geef maar een naam eraan, een buddy, maatje. Dus dat, en die kunnen je dan verder helpen in de wereld vol met wetten, regels, afspraken enzovoort. Ja. Ja, het is een beetje banaal om dat te zeggen, maar bestaat er ook een vergoedingsvorm voor mensen die heel veel mantelzorg doen? Uit mijn hoofd wel, maar precies zou ik het ook niet weten. Dan zou... Maar het is vooral liefdewerk. Ja, vooral. Ja, 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 ja. Nou, zoals gezegd, jullie gaan zometeen hier beginnen in zaal Beatrix. Even de frequentie, hoe vaak per maand, per week gaan jullie hier gezellig open? Wij zijn elke week, van maandag en dinsdag zijn we open tussen 10 en 4. En om 12:30 hebben we een lunch. Moeten mensen zich aanmelden? Sowieso om binnen te lopen niet. De lunch wel een beetje van tevoren. Kunnen we even rekening houden met het aantal mee-eters. Maar in principe kan je gewoon binnenlopen. Nou, een prachtig initiatief. Inloophuis De Boei. Mooi voor Schiedam dat jullie hier ook gevestigd zijn. Ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel succes. Dankjewel. Okay.